als je geen zin hebt om te stylen, dan doe je gewoon even zo'n spray in je haar. Dat haar wimpers tot aan haar wenkbrauwen kwamen. Je ziet echt verschil. Dit is bruin gemaakt. Dit is mijn eigen huidskleur. In de zomer, als je hebt gezwommen en zo, haalt het het chloor uit je haar. Ik weet dat de meeste van jullie het heel erg fijn vinden als ik een goed georganiseerde video voor jullie heb met een mooie achtergrond en zo. En dat doe ik tegenwoordig ook steeds meer, maar ik wil ook af en toe nog spontane video's kunnen opnemen zoals deze. Want ik heb net een hele lange dag achter de rug. Ik had een gesprek met een afstudeerbegeleider, mijn eerste gesprek ooit. En daarna had ik een event. En als je me op Snapchat volgt, dan weet je dat ik heel graag naar events ga. Maar pas 3 keer volgens mij in totaal ben uitgenodigd voor een event. En nu was ik door Mooi PR uitgenodigd. Eigenlijk vorige week pas. En ik was heel blij dat ik kon. Voor een super tof event. Namelijk de Beauty Store heet het geloof ik. En dan organiseren ze ja, een zaaltje. Waarin ze eigenlijk net een beetje zoals de Beauty Gloss Party. Allemaal kleine standjes hebben met merken. Het enige verschil is dat je hier niks kunt kopen. Je krijgt op het einde een mega goodie bag mee. Maar je kunt ook een beetje rondlopen. En het was niet eens een grote zaal. Maar ik heb echt 2,5 uur daar gelopen. Niet normaal. Gekletst met merken. Een paar merken gaf je dan nog wat mee, maar het meeste zat gewoon in de goodie bag. En de goodie bag is echt ziek, ziek groot. Er zit echt heel erg veel in. Elk merk heeft er volgens mij wat in gedaan. Sommige merken heel veel, de ander maar eentje. Het zijn best wel veel high-end merken, middenklas merken. Maar ook bijvoorbeeld een merk als EOS zit erbij. Ik heb al een beetje gesnuffeld, want ik ben echt iemand die snuffelt in de tas. Ik weet dat heel veel YouTubers niet kijken. Want dat is misschien professioneler of zo, maar ik vind het gewoon super leuk. Dus ik heb vast gesnuffeld. Maar niet helemaal, want ik wou wel een beetje een eerste indruk. Ik ga echt al die folders eruit halen. Want dan kan ik jullie er misschien nog een beetje wat over vertellen. Maar ik doe niet te veel, want ik weet dat heel veel mensen gewoon puur even de producten willen zien. En mijn vraag aan jullie is, wil je een review zien van een product in Taste & Try, in Blitztest? Of gewoon een first impression van alleen dat product? Dus bijvoorbeeld een wimperserum in. Die wil ik graag voor jullie testen. Laat het in de comments weten. Ik ga even beginnen met het eerste, want dat moet de koelkast in. Hier! Gaat het goed? Goed zo! Ik zag net een jongetje van mijn oude stage lopen en ik heb uit het raam heb ik hem geroepen. Welke juf doet dat nou? Ik was gewoon te blij dat ik hem weer zag. That's me. Hij was helemaal blij, dus dat is super leuk. Nou ja, allereerst, dit was de platte grond. Ik ga even beginnen met deze, dit vond ik heel leuk. Ik heb heel lang met de jongens gepraat. Echt twee van die hele leuke jongens, van die jonge zakengasten, maar die er wel gewoon heel erg hip en mooi en leuk uitzien. Die samen een bedrijfje hebben opgericht. De ene jongen is van taartwinkel.nl. En dat is best wel een goed lopende zaak. Hij bakt dus ook zelf super leuk. En een vriend van hem is met een ander concept gekomen. En ik weet eigenlijk niet eens de naam. Volgens mij is het Bakerline. Ik ga het even heel kort proberen te vertellen. Maar dit zijn gebakjes, taarten. In kleine vorm hij heeft het me dus meegegeven. Voor mensen met echt allerlei allergieën kunnen dit eten. Het komt wanneer het heel erg raw is. Dus dingen die ik zelf ook wel eens probeer te maken. En ook als je op je ja, gewicht let. Er zitten wel veel calorieën in. Maar dat komt omdat er noten, dadels, dat soort dingen in zitten. Ik zal ze eventjes jullie laten zien. Ik heb er eentje net op met pindakaas en chocola. En die heb ik daar geproefd. En daar had ik er ook eentje van meegekregen. Maar ik kwam net een collegaatje tegen op straat. En die heb ik er een gegeven. En ze had net gesport. En ze had echt iets van, oh my god, dit is zo lekker. Ik heb nog strawberry cheesecake. Het ziet er echt een beetje uit als van die caramel shortbreads. Ze bezorgen ook door heel Nederland. En het is allemaal, ik was echt verbaasd. Want het is niet eens heel erg duur. Door het hele land voor dezelfde prijs. Superleuk. Zo ziet het eruit. En hier is een voorbeeld van wat er in eentje zit. En dit was niet degene die ik heb geproefd. Dit is met aardbeien, cashewnoten. Nou, er zit kokosmelk, kokosvet. Heel erg leuk. Ik zou echt even kijken. www.bakerline.nl. Ik word helemaal niet betaald om iets te zeggen, maar ik vind het zo leuk, al die merken. Dus dat zijn die taartjes en ik ga ze even in de koelkast zetten. Het is dus echt vet lekker. Je zit ook echt als een bom, zit je vol. Mijn nagels zijn trouwens gedaan daardoor een vrouw van OPI. Mijn nagels zagen er echt niet uit. Super leuk. Zo lekker. Heerlijk. En zo romig. Het smaakt echt alsof het heel slecht voor je is. Maar dat is het dus niet. Ik ga dan alleen bij de merken waar ik iets over verteld heb gekregen. Ga ik dan wat vertellen. Want anders gaat het veel te lang duren. Ik heb dus super veel dingen van EOS. Ik was daar even. Maar ik wist eigenlijk al heel erg veel van EOS. Dus ik praatte daar. Maar ik kreeg daar verder niets mee. En toen zag ik in de goodie bag dat er dus vet veel van EOS in zit. En dat wist ik helemaal niet. Want ik zei al tegen haar. Oh, die heb ik al. Die heb ik al. Die heb ik al. Er zit dus ook iets bij wat ik net in mijn winactie heb gedaan, die nog niet weg is. Dus daar staat een doos. En die kan je in de winactie ook winnen. En dat is deze Berry Blossom Lotion. En die heb ik zelf ook. Dus heb ik er nog één. Dus heb ik er 3. Maar eentje ga ik weggeven. Vet chill. Maar ik zit dus bijna te denken van, is het een foutje of zo dat ik zoveel EOS dingen heb gekregen? Zo leuk. Ook gewoon in de verpakking. Ik heb
heel veel EOS'en ben ik kwijt. Want deze heb ik volgens mij een keer de limited edition gehad. De raspberry. De summer fruit heb ik volgens mij ook. Maar alles is echt kwijt. Deze heb ik nooit gehad. Ik zei volgens mij ruikt het niet lekker. Dat zei iemand tegen mij. Toen liet ze het me ruiken. Hij ruikt vet lekker. Deze was mijn allereerste ooit. En die heb ik niet meer. Ik haal heel erg van dat mintgevoel op je lippen. Dus ik heb gewoon 4 EOS. 5! Oh my god. Tegenwoordig kun je ze ook in Nederland krijgen. Maar vroeger, weet je, als je bijvoorbeeld een winactie had met een EOS, was iedereen helemaal, ah, EOS! Nu kan je er al iets makkelijker aan komen, maar het blijft gewoon geweldig. Ik laat ze ook nog lekker dicht, zodat ik eerst mijn oude kan opmaken. En ook 3 handlotions. Alle 3. Ze hebben gewoon alles wat ze daar hadden, hebben ze me gegeven. Oh mijn god. Zo leuk. Ik zei nog tegen die vrouw, dit is echt mijn lievelings. Die heb ik bij de Douglas gekocht. Die komkommer. Toen zei ze, ja, dat is ook onze favoriet. Deze heb ik ook, want die heb ik van ditzelfde bij Erbero een keer in een setje gekregen. En deze heb ik niet. Dus ik heb zoveel. Dus moet ik binnenkort ook maar even iets in een winactie gaan doen of zo. Het is veel te veel voor mij alleen. En iets leuks om bij te vertellen is dat Amerika, daar is al helemaal organisch geworden of zo. En dat gaat nu ook naar Europa. Dus EOS wordt helemaal organisch. Super tof. Ik wil nog een gelukskoekje die ik op het einde krijg. Ik ga straks even kijken. Ik zit nog vet vol van het taartje. Dan ga ik hem even openmaken en kijken wat erin staat. Dan was er ook een stand van Rodial. Best wel een duur merk, maar ze hebben echt geweldige producten. En ik heb daar laatst de Dragon's Blood lijn van gekregen. Een mask en een plumper en een velvet cream die je in Taste & Try gaat zien. Die moet ik nog testen. En ik kreeg gewoon een potje honing. Gewoon puur leuk. Verder heeft dat, ja, het heeft met de producten te maken. Omdat er deze lijn, daar zit bijengif in, als het goed is. Maar dit is toch gewoon een leuk, ja, noem je dat, merchandise-achtig dingetje. En deze hebben we er dus bij gekregen. De Bee Venom Micro Sting Patches. En dat zijn patches. Ja, ik kan er heel veel over vertellen, maar dan duurt deze video veel te lang. Jammer. Patches. Ik ga ze nu niet openmaken. Met aan de zijkant een plakstripje. Dan kan je dan, ja, het eraf halen en dan plakt het. En in het midden plakt het niet. Er zitten allemaal hele kleine soort van haartjes. En die activeren iets in je huid. En er komt er ook een soort van bijgrip. En je denkt nu, ja hoor, maar het is echt zo. Het zit er echt in. En ik zei nog, ik kan het voor mijn ballen gaan gebruiken of voor deze kringetjes, die lachkringen die ik hier heb. Nou, heel veel meer ga ik er niet over vertellen, want dan duurt het veel te lang. Maar wil je het in een serie zien of in wat dan ook, ga alsjeblieft lekker los in de comments. En doe het alsjeblieft, want heel vaak zeggen jullie dat niet. En dan kies ik maar gewoon, maar het is ook leuk als jullie laten weten wat je wil zien. Er waren ook heel veel merken die ik helemaal niet ken. Dit was Melvita en deze heb ik ook op mijn huid geprobeerd. Ik heb zoveel op mijn huid gehad. Dit merk verkoopt heel veel orgaanolieproducten, maar in de goodiebag zat iets met roze. En dit is een serum en ik weet niet precies waar die voor is. Plumping Serum Lotion. Ik weet dat die heel erg chill voelde op de huid. En waar ik niet zo heel veel van weet, ga ik ook niet helemaal voor jullie opzoeken. Want dan duurt het echt veel te lang. En ik vraag me af wat dit is. Komt het uit mijn goodiebag of lag het hier gewoon al thuis? Scientific Organics Reserving Facial Kit. Ik had het helemaal niet gezien. Ik denk dat het ook uit mijn goodiebag komt. Het zit hier uit de folder, maar het is het niet. Oh, hier zitten gewoon testertjes in. Scientific Peel Pad. Kennen jullie dit merk? Kombucha Cleanser. Ik wil trouwens even letten op mijn nagels geplakt zijn, want ze zagen er echt niet uit. Phytocell Detox Mask. Allemaal minis. Ik denk dat je normaal wel een grote verpakking hebt. En Phytocell Cream. Oké, hier heb ik geen uitleg over gehad verder. Ik vraag me af of ik wel bij deze stand ben geweest. Want heel veel was heel druk en dan ging ik even niet. Eén merk die echt in de winkeltje zelf ook echt dingen aan je gaf, wat heel erg leuk was. Dus echt dingen speciaal voor jou. Was Keune, dus een kappersmerk. En ze heeft echt dingen speciaal voor mijn haar aangeraden. Tenminste, deze niet zozeer, maar dit was heel erg leuk. Want dit is bijvoorbeeld zelfs in de zomer als je hebt gezwommen en zo, haalt het het chloor uit je haar. En er zit UV-protectie in, sunshield. Dus dat is heel fijn voor de zomer, want ik ga zeker zwemmen in de zomer. Plus ik wil waarschijnlijk weer gaan zwemmen, gewoon als fitness. Dus heel leuk. Protect sun-stressed hair. Van Keune. Dus dit is niet per se gericht op mijn haar, maar dat gaf ze mij, dus dat vind ik super leuk. En deze zag ik zelf als eerste. Ik dacht, ja, yes, roze haar. Maar dat is het niet. Maar dat is een gloss spray. En ik heb wel vaker dit soort sprays gehad van merk. En dat vind ik zo fijn. Want het is zeg maar, het geeft een glans aan je haar. Maar het maakt het ondertussen ook super smooth, super zacht. En het is bijna, als je geen zin hebt om te snijden, dan doe je gewoon even zo'n spray in je haar. Dan wordt het wat silkier. Dat is voor mijn dikke haar heel fijn. En hij ziet er zo tof uit. Dus ik ben heel blij dat ik deze er ook bij kreeg. En dan kreeg ik ook nog de Blend Defrizz. En ik zei dat ik pluizer had. Dus zo gooi ik dit ook maar gewoon in mijn mondje. Echt een vet chille stand. En die Eliminates Frizz en Create Soft, Smooth en Shiny Hair. Vet leuk. Dit is gewoon echt zo'n, zo'n paste. Ik ben echt super benieuwd hoe het allemaal gaat werken. Dan heb ik ook nog van Keune de Care Sunshield Oil.
Oh, die hoort erbij. Wat leuk. Volgens mij staat deze gewoon in de goodie bag. Die hoort bij de shampoo. Dit is een olie voor in je haar. En dit is ook tegen de zon. Heel erg fijn. Want ik denk als het tegen de zon beschermt, dat het misschien ook wel voor je hitte beschermt of niet. Nee, dat weet ik niet. Misschien niet. Weet jullie dat? Ik gebruik namelijk nooit een hitte spray. En dit is een spray. Oh, ruikt heel lekker. Nee. Ik wil zeggen, ruikt naar zonnebrand. Wat grappig. Oh, een protectiespray dat een soort schild legt om je haar en je scalp. Dus tegen uitdrogende UV dingen. Ik ben niet heel goed erin. Voor of tijdens blootstelling aan de zon. Vet leuk. Ik ga niet alles reviewen, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Maar, oh, ik zie nog meer. Meer van die, volgens mij zijn wat chicere merken, die doen gewoon testertjes erin. Dat snap ik wel, dat je niet de hele producten gaat weggeven. En dan heb ik de Dermalogica. Volgens mij was daar geen stand van. Stress Positive Eye Lift. Oh, die laat ik nog even dicht. High Performance Eye Treatment. Energized Skin. Ik vind oogproducten altijd heel moeilijk te beoordelen of het nou werkt. Dus ik ben wel heel benieuwd. Oh, Paula's Choice. Ik ben benieuwd welke het is, want ze heeft een heel chill spul. Daar heeft ze me over verteld. En dat spul, dat, wat deed het nou? Ik weet het niet meer, maar stel dat het 40 euro was. Dus ik vind dat toch altijd zo duur als je niet weet. Weet je, daarom vind ik het zo fijn dat ik als YouTuber dingen kan testen. Want zelf, ik zei heel eerlijk, zelf koop ik niet iets van 40 euro als ik het niet eerder heb kunnen proberen. Want dat vind ik een te groot risico. Stel dat heel veel YouTubers hebben verteld van ja, dit is echt goed en ik weet oké, het is geen betaalde video, het is gewoon een review. Dan wel, maar producten waar ik nooit echt iets over gehoord heb, dat durf ik niet aan en ik krijg dit doosje niet open. Ja, ik ben iemand die al die verhalen best wel onthoudt. Ze heeft me al verteld over Paula's Choice, dat is Paula. En zij was eigenlijk een schrijfster. Zij had heel erg last van haar huid en voor acne. En toen keek ze naar de producten. Want op een gegeven moment werd het in Amerika verplicht om op producten te zetten wat de ingrediënten zijn. En toen las ze dat er alcohol in haar producten zat. Toen dacht ze, hé, dat kan niet kloppen, bla bla bla. Op een gegeven moment zei iedereen, nou, jij weet nu zoveel, waarom ga je niet je eigen lijn? En Paula's Choice is heel erg ook zonder geur erin en zo. En dit zag ik staan, maar ik weet niet welk product het is. Maar het ziet er zo chic uit. Oh my god. Er zitten allemaal dingen met 2% dit, 1% dit. Er zitten echt bepaalde dingen aan toegevoegd. Deze is voor rimpels en fijne lijntjes. En vroeger dacht ik altijd, oh, dat heb ik niet. Maar nu 23 ben, merk ik toch wel dat ik echt wel wat, helemaal niet ouderdomsdingen, maar dat je de beginnende dingetjes wel ziet. Dus dan kan het helemaal geen kwaad om daar aan te beginnen. Oh, yes! Yes, yes, yes! Dit is die bronzer! Dat zeggen ze dan ook even niet bij die stand. Als ik bij mijn stand iemand had die helemaal excited is, zou ik even zeggen van, hij zit ook in de goodie bag, maar dat heeft ze helemaal niet gezegd. Dit is de, het is best wel prijzig, maar het is echt vet goed. Oké, ik kan de folder niet vinden, maar de Oolaboo Bronzer. Het is een spray en er zit alleen niet de kast erbij en ook niet het aanbrengdoekje, dus dat is wel jammer, denk ik. Maar ze heeft hier mijn armen mee gedaan. Ik weet niet of jullie het, ja, ze heeft allebei de armen gedaan. Je ziet echt verschil, dit is bruin gemaakt. Dit is mijn eigen huidskleur. Ongetrainde armpjes. Oh my god. En dat was zo chill. Het was best wel dik. En als je het goed uitspreekt, werd het best wel dun. Het blijft tot 7 dagen zitten. Ik weet niet precies hoe het zit met douchen. En voor je gezicht moest je dan aanbrengen met een kwast. Dat is een soort van kabuki brush. Maar in principe kan ik ook een eigen kwast gebruiken. En je kan in de winkel ook wel van die doekjes kopen, denk ik. Vet leuk. Het is echt een spray. Het is geen mousse of zo. Je spreekt het op het doekje. Er zitten echt een paar spreetjes. Dat ik zei, hé, waar zit het? En ze kon mijn hele arm doen, dus oh, ik ben zo blij dat ik dit heb. En het kan ook op mijn gezicht, dus ik hoop dat jullie hiervan een review willen zien. Laat het echt even weten, want als het aan mij ligt, doe ik het van alles. Dus ik wil graag weten wat jullie ervan vinden. Dan weer van Murad. Ik heb dat niet gezien, of ik ben er niet geweest. Een daily cleansing foam, Try Me. Logisch toch? Try Me. Washes away dirt, oil and pore clogging impurities. Tones and tightens pores without overdrying. Ziet er weer super vet uit. Allemaal van die merken die ik niet ken. Kijk, deze testertjes waren ook van Murad. Dan zijn we er bijna doorheen. Hier stond ook geen stand van. Oh, lekker. Dit zag ik iedereen drinken. De Golden Russells & Co. Ginger Ale. Stiekem is ginger ale mijn favoriete drankje ever. Dus dit is misschien wel leuk voor een taste and try. Nog meer Murad. Dan iets van een stand die het volgens mij eigenlijk niet de bedoeling was dat ze het weggaven. Maar ik was zo enthousiast. En ze zei ook, Monica Geus had het in haar vlog gebruikt en was helemaal happy. Dit is, ik weet niet of het is van welk merk het eigenlijk is. Ja, ik weet niet of jullie het kennen, maar ik had deze handgels dus wel eens gezien. Maar ik zei van ja, ik heb die uit Amerika van Bath & Body Works, dus ik heb ze nooit gekocht. Maar dit is over een tijdje verkrijgbaar bij de Ethos, geloof ik. En voor €2,95 de handgels en voor €4,70 deze sprays. En dit is zo'n waterspray, zo'n verkoelende spray, maar in een heel klein formaatje. En ze heeft het op mijn gezicht gedaan en chillen vond ik.
dat ik helemaal niet normaal aan zo'n waterspray zie ik echt zo dat ik een beetje nattig ben. En dat het een beetje gaat glimmen. En dat was met dit niet. En de verpakking is echt een soort van velvet. En deze ruikt dus naar een soort van honing ofzo. En ik weet niet waarom, want volgens mij is het gewoon water. En waarom deze zoveel chiller voelt dan die ik heb van Evian. Maar ik was helemaal verkocht met deze. Dus dit gaat echt in mijn tas voor de hete dagen. En ik ben nu al verliefd. Dan ook iets heel erg leuks. Aangezien ik net, ja, 3 weken geleden heb ik bij de Action het make-up reinigingsdoekje gekocht om te gaan testen. En van de week kocht ik hem ook bij de Primark om te gaan testen. Action 1 euro, Primark 2 euro. En hier hadden ze de echte. En ik zei van ja, het lijkt me heel leuk om een comparison, vergelijkingsvideo te maken. Met de echte en de neppe. Zij hebben ook voor Beauty Blender zo gewerkt. Ze zei van ja, het verschil tussen echt en nep is daar zo groot. Ze zei ik hoop dat het bij dit ook een groot verschil gaat zijn. Maar hoe ik hem zag, zeg maar, was het wel echt, zag het er wel echt anders uit dan wat ik heb gezien van de Primark en de Action. Maar ik weet het niet. Dus willen jullie hier een video van zien? Echte versus de neppe. Ik weet niet of ik Primark en Action kan doen. Misschien alleen van Action of Primark. Van de Primark had ik nog niet echt reviews gezien. Dus misschien moet ik die doen. Want van Action zijn er al wel wat. Laat het even weten. En dan iets wat ik in het, ja, in het tijdens het winkelen heb gekregen. Waar ik echt om heb gevraagd. Want ik zei ja, ik zou heel graag het eyelash serum willen testen. Dat is ook weer iets. Ik heb van de week bij Big Bazaar voor 2,80 of zo een eyelash serum gekocht. En hoe leuk zou het zijn om die te vergelijken met een hele dure. Het is echt gewoon heel erg duur. Van Sanssouci. En zij vertelde mij, duurt in totaal 16 weken dat je het kunt doen, max of zo. Dat haar wimpers tot aan haar wenkbrauwen kwamen. En ze zegt, als je stopt, neemt het wel weer af. Dus de lengte blijft hetzelfde, maar het volume niet. Dat neemt af of zo. Ik kan me gewoon bijna niet voorstellen, maar ze zegt dat het echt zo. En ja, waarom zou zij mij iets gaan voorliegen, weet je wel? Want ja, ik schreef het toch ook aan me mee. Dus het gaat wel heel lang duren als ik een vergelijkingsvideo ga maken. Want ik ga niet één oog die doen en de andere oog die, denk ik. Dan loop ik straks een beetje verdeeld. Dus dan moet ik het echt eerst die doen en dan die. Ik weet het eigenlijk niet. Hoe zouden jullie dat doen? Help. Dan weer een Murat. En nog iets van zoals je ziet, dat zat er dus in. De Peptid Booster. Skin Tone Perfecting Fluid. Ze liet me daar een heel chill spulletje zien wat heel goed zou zijn voor mijn huid. Volgens mij is dat niet deze, of is dat wel deze? Nee, dit is weer iets anders jongens. Ik weet allemaal niet precies wat het is. Hoe ga ik het ooit allemaal testen? Het is echt te veel om allemaal te testen. Natuurlijk is het super leuk dat ik het allemaal heb gekregen, maar ik kan niet alles op film gaan testen. Want dat, daar heb ik gewoon geen tijd voor. Hé, er zit ook een hand sanitizer in. Leuk. Dus laat alsjeblieft weten welke je wil. Dan van L'Occitane dit parfum. Ik zei eerlijk tegen haar, toen ik hem zag had ik niet verwacht dat ik hem lekker zou vinden. Het is een soort van lavendel in. Ze heeft me verteld welke noten er allemaal in zitten. Dat heb ik niet onthouden. De gedachte achter die geur, zij maken geuren met gedachten, is dat je doet denken aan de zonsondergang op het strand in een tropisch land. En het is heel grappig, want het begon heel fris. Toen werd het zoet. Toen werd het romig. Toen werd het kruidig. Het is echt een geur voor jong en oud, voor iedereen. Heel bijzonder luchtje, moet je zeker een keer ruiken. En dan het allerlaatste. Jammer, er zit niks van Bobbi Brown in. Paraben Free Young Blood Crushed Mineral Blush. En dit is ook een merk waarvan ik wel heel benieuwd was naar bepaalde producten. Maar dit kan je dus ook weer mailen mocht je het willen opvragen. Maar voor nu heb ik echt genoeg. En dit is een blush. Grappig in een soort van ja, bruin-rode kleur. Een poeder blush. Ga even lekker los in de comments. Wat wil jij getest zien? Welke merken ken jij al? Welke merken ken je nog niet? Ik ken heel veel merken namelijk nog niet. En ja, zeg eventjes welke producten je bijvoorbeeld al kende. Dat je ze fijn vindt of niet. Waar je benieuwd naar bent. Ga alsjeblieft los. Even lekker interactie. Ik zal ook even reageren erop. Dan ga ik alleen nog even mijn gelukskoekje openmaken. En dan hoop ik dat jullie deze video heel erg leuk vonden. Het is toch leuk als je gewoon, als ik echt even voorbereid ga zitten voor een video. Maar als ik ook spontaan video's wil nemen. Toch? Laat het ook even weten. Ze heeft die gelukskoekjes altijd zelf gemaakt of zo. Ze had zelf teksten erin. I could give up shopping, but I'm not a queer. Perfect voor mij. Ik ga het eens proeven. Zijn gelukskoekjes lekker? Voor mij niet. Heel lekker. Dan was dit mijn goodie bag unboxing van Mooi PR van de Beauty Store. Mooi PR, heel erg bedankt voor het uitnodigen. Ik ben zo blij dat jullie me hebben uitgenodigd. Ik hoop dat jullie deze video misschien zien. En aan mijn kijkers ook heel erg bedankt voor het kijken. En zeker een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet bent. En wel wil zijn. En dan zie ik jullie zaterdag om 9 uur weer met een nieuwe video. Doei!